Het roept wel de vraag op in hoeverre de BBB nou goed is voorbereid op die mogelijke verkiezingswinst, hè, waar jullie het net over hadden. De Fact-Check Marathon. Ja, het is dus verkiezingstijd, mocht je dat gemist hebben. En daarin komen veel uitspraken van politici voorbij. Niet alleen dus van premier Mark Rutte. Waarbij je kunt afvragen of ze te mooi zijn om waar te zijn. Factcheckers van AD, Universiteit Leiden en KNCRV's Pointer houden die uitspraken tegen het licht om te kijken of ze kloppen. Sietse van Loosdrecht is van Pointer en houdt ons tot de verkiezingen op de hoogte van die factcheck. Sietse, goedemorgen. Goedemorgen. Bij het bestuderen van verkiezingsprogramma's zijn jullie op een typisch geval van copy-paste gestuurd. Vertel. Misschien om te beginnen even vertellen. Wij hebben software gebruikt die ook gebruikt wordt om plagiaat op te sporen. Om te kijken in hoeverre die verkiezingsprogramma's nou op elkaar lijken. En toen stuitten wij op een interessante passage van de boer-burgerbeweging. Jullie hadden het er net al over. In de provincie Zeeland. Daar stellen tegen een aftakking van de Betuwe-route in de Achterhoek te zijn. En nog twijfelen over de Lelylijn naar Friesland en Groningen. Oh ja. En ze zijn ook vrij specifiek. Dus ze schrijven bijvoorbeeld, er zijn in het noorden zorgen dat de Lelylijn ertoe zal leiden dat er mensen uit de Randstad naar het noorden trekken, daar huizen kopen en in de Randstad blijven werken. Nou ja, weet je, dit was eigenlijk een beetje een te simpele factcheck natuurlijk. Want de Betuwe-route nog de Lelylijn liggen natuurlijk in Zeeland. Dus de provincie Zeeland heeft daar ook helemaal niets over te zeggen. Ja. Het roept wel de vraag op in hoeverre de BBB nou goed is voorbereid op die mogelijke verkiezingswinst, hè, waar jullie het net over hadden. Mm-hmm. De vraag is ook, waar zit hem die voorbereiding in? Hè? Leg je de focus op het selecteren van hele goede kandidaten? En denk je, nou ja, die verkiezingsprogramma's, het komt wel goed. Mensen weten het wel zo onderhand, wat we vinden. Dat zou je kunnen zeggen. Maar je zou ook kunnen zeggen dat je je regionale afdelingen de ruimte geeft om enigszins hun eigen beleid te formuleren. En dat blijkt in de praktijk nogal te verschillen tussen de verschillende partijen. Ja, zie je het ook bij meer partijen, Sietse? Ja, dit zie je zeker bij meer partijen. Dit zie je bijvoorbeeld bij DENK. Die staat echt met stip op één. Die heeft zijn landelijke verkiezingsprogramma bijna letterlijk gekopieerd. Jezus Leeft, daar geldt het ook voor. De Algemene Waterpartij. Forum voor Democratie doet dat ook sterk. Ja, 21 en de Partij voor de Dieren. Maar dan moet ik zeggen, dan heb ik ze gehad. Want in alle eerlijkheid, de gevestigde partijen, die geven toch echt wel wat ruimte aan hun regionale afdelingen om er een regionaal sausje overheen te gooien over hun partijprogramma. Ik kan nog wel even doorgaan, want er zijn heel veel leuke dingen over te zeggen. Wat bijvoorbeeld heel interessant is dat de PVV, die natuurlijk vrij centraal geleid wordt vanuit Den Haag door Geert Wilders. Mm-hmm. In het verleden leken die verkiezingsprogramma's vrij letterlijk op elkaar. Ja. Maar nu is de PVV de partij met de meest regionaal georiënteerde programma's van allemaal. Ah. Oftewel, het lijkt er toch in ieder geval op als je op die verkiezingsprogramma's afgaat. Ja. Dat de heer Wilders zijn regionale afdeling een beetje de vrije hand laat tegenwoordig. Het levert dus kortom interessante inzichten op. Dankjewel, Sietse. En als je thuis meer factchecks over de verkiezingen wil lezen, kun je die terugvinden op pointer.nl/factcheck. Mis niks van het laatste nieuws met de NPO Radio 1-app. Download hem nu. Wie luistert, weet meer.